Hallo en welkom in deze video. En om um, gewoon maar te zeggen, dit is steek 3AL. Zwat. Nu gaan we over de volledig voer. Vandaag wil ik jou uh, iets meer vertellen over andere energieën um, met betrekking tot je tweelingvlam connectie. Dus wanneer je in een tweelingvlam connectie bent, wat betekent het dan wanneer er ook andere energieën zijn? En andere energieën, dat kan van alles zijn. Dat kan uh, een partner zijn bij je tweelingvlam. Iemand die bijvoorbeeld uh, getrouwd is. Um, dat kunnen kinderen zijn, dat kan werk zijn, dat kan een ouder zijn, de moeder of een vader van de een of de andere. Dat kan zelfs een vriendin zijn, dat kan een bepaald patroon zelfs zijn. Dus wanneer het gaat over andere energieën in je trainingplan-connectie, dan ga je vaak um, andere readers um, ook horen spreken over karmische relaties. En uh, jammer genoeg. We houden veel uh, readers het enkel dan bij, het feit dat uh, een van beide partijen, een van de twee tweelingvlammen uh, of tweelingzielen in een andere romantische relatie is. Maar dat is eigenlijk al op zich al een beperkende manier om er naar te kijken. Nu, eerst en vooral wat ik wil zeggen is dat uh, het belangrijk is om dat woord karma los te laten. Want op zich hangt er al heel veel negatieve energie daar rond. En eigenlijk wat dat karma werkelijk betekent. Is dat uh, iets of iemand in je leven, dus een situatie of een persoon in je leven komt, die jou helpt om een les te leren. Die jou helpt om dingen die je in het vorige leven niet geleerd hebt, in vorige situaties niet geleerd hebt, om die les te gaan leren. En wat moet je dan leren om de energie die je ooit op een verkeerde manier gebruikt hebt, om die weer te gaan neutraliseren? En dus eigenlijk de les te leren is eigenlijk de energie weer. Recht trekken, weer in orde brengen, weer neutraliseren, weer in balans brengen, wat je het op een verkeerde manier uh, hebt gebruikt. Dus, um, op zich is karma een heel slecht woord, als, als, als ik het zou zeggen, om te gebruiken in tweelingblamconnecties. Daaraan gekoppeld, laten ze mij herinneren, want ik had het zelfs niet opgeschreven, dat um, er tussen tweelingvlammen nooit karma is. Het enige wat je gaat ervaren van uh, ballast tussen jou en je tweelingblank-connectie, dus die problemen veroorzaakt, dat, zijn eigenlijk jouw eigen, uh, dat is eigenlijk jouw eigen rugzak met allerlei lessen die je te leren hebt van allerlei wonden en pijnen en trauma's en wat dan ook dat je op jou genomen hebt. En dat zijn die twee rugzakken, die van jou en die van jouw tweelingblank, die ervoor zorgen dat er geen uh, doorstroming is van die onvoorwaardelijke liefde. Want bij tweelingvlammen is er enkel en, en alleen maar die onverwaardelijke zuivere liefde. Dus dan daarom heb je ook het werk te doen, heb jij dat schaduwwerk te doen, om uh, de eigen wonden, om je eigen rugzak gewoon leeg te gieten en stap voor stap alles te gaan aankijken en gaan uh, uh, sorteren, ik was uh, het eerste woord aan het zoeken, aan het sorteren om te kijken van wat dat er nog bij je past. Wat is er nog vanuit liefde, wat is afgestemd op de energie van onvoorwaardelijke liefde en wat niet. En dan ga je merken hoe meer je dat gaat gaan doen, en dat is hetgeen wat ik ook meermaals heb ervaren in mijn eigen connectie, en dat ik ook zie gebeuren bij anderen die bij mij in ondersteuning en begeleiding zijn, of in het traject lopen, dat hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe harmonieuzer jouw relatie met en je connectie met je tweelingvlak wordt. Wat natuurlijk heel logisch is, want de ballast, de, de oorzaak van wat dat die problemen en de vrevel en de frustraties creëert, die is er niet meer dat is het eerste stuk rond karma het tweede jij kan ook als tweelingblam een karmische hè, dus eigenlijk iemand zijn die lessen leert aan iemand anders maar dat betekent niet dat jij dan dus uh, die um, uh, dat jij dan, dan de, 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 de partner bent of de, hoe moet ik het gaan uitleggen um, ik ga een voorbeeld geven zelf heb ik het ook ervaren dat er iemand op mijn pad kwam en uh, waar ik eigenlijk niet van wist was dat die persoon in de relatie was, dus eigenlijk besproken was, zo gezegd om te gaan huwen, ze waren verloofd of zoiets. Um, en ik wa was daar totaal niet van op de hoogte. Maar dus op het moment dat ik daarvan op de hoogte was, begreep ik dat, dat ik zelf, als tweelingblamzende, eigenlijk een karmische uh, partner was voor die ene persoon, voor die divine masculine in wording, in groei, in proces. Hij kwam bij mij lessen leren, samen met mij lessen leren. Ik heb ook daar heel veel dingen uit geleerd natuurlijk. Uh, dat hij niet met zijn Divine Feminine kon gaan leren. Of dat het niet de bedoeling was dat hij met haar dat ging leren. Omgekeerd, ook mijn Divine Masculine heeft ook hetzelfde ervaren met andere vrouwen. Dus uh, besef en bekeek, dus net daarom dat ik zeg van laat dat stukje rond karmische los. Want er zit er zoveel negativiteit en zoveel daderstukken in... Terwijl dat eigenlijk het ene wat dat is, dat is dat je een zielsafspraak gemaakt hebt met iemand, om een aantal zaken doorheen te werken, om een aantal lessen te leren. En voor zodra dat je die lessen leert en die inzichten hebt gekregen, dat kan transformeren en integreren, ga je merken dat die relatie um, een, een andere vorm aanneemt of gewoon uit je leven verdwijnt. Afhankelijk van wat de afspraak is. Dus dat kan ook. Dus ook daar, wees bewust van hoe dat je naar relaties en naar mensen kijkt. Want voor hetzelfde geldt, Beschuldig je iemand van um, de derde partij te zijn of wat dan ook, terwijl jij eigenlijk zelf ook een derde partij ergens anders bent. En dan uh, het stukje rond uh, kinderen en ook daarin heb ik ook al gekoppeld: ouders en twillingblankconnecties. Wat wij gaan merken, wat <coughs> dat mogelijk is, en dat is niet dat zo, uh, dat, dat zo moet zijn om uh, in een twillingblankconnectie te zijn, zeker niet. Maar um, mijn ervaring is ondertussen, door mijn eigen ervaring en het werken met andere tweelingvlammen, dat um, wanneer er kinderen in een bepaalde connectie zijn, eerst en vooral, ook al zijn die niet geboren uit de eenheid van tweelingvlammen, dan nog zijn de beide tweelingvlammen de echte energetische, natuurlijke ouders van die kinderen. Wat, waardoor dat je gaat merken dat de relatie met de biologische ouders, dan, die niet de tweelingvlam is, niet, daarom niet altijd uh, heel vlot gaat verlopen. Uh, omdat die energetische band, die energetische connectie er niet is. Tegelijkertijd ga je zien dat voor de kinderen bijvoorbeeld daar heel veel lessen in zitten. Maar ook voor jou als de tweelingvlam zijnde in lessen rond liefde. In lessen rond die onvoorwaardelijke liefde. Omgekeerd, ook dan naar de kinderen, naar de tweelingvlampartner toe, waar die, die, die niet de biologische ouder is, zitten ook daar weer stukken in waar dat de kinderen doorheen gaan, waar dat de kinderen um, ervaren, waar dat de kinderen gaan spiegelen naar de tweelingvlam, om hem of haar dan ook weer te helpen om stukken uit te werken. Stukken uit vorige leven, stukken uit trauma's dat ze ervaren hebben in dit leven, en die dus, um, niet bedoeld zijn om onderling als tweelingvlammen uit te gaan werken, net omdat je bijvoorbeeld jezelf die ervaring niet meegemaakt hebt, maar jouw kind of, um, of het kind van, van jouw tweelingvlam wel. Dus ook daar zie je dat um, die zaken zo goed in elkaar zitten, dat we het eigenlijk zelf, moesten we dat zelf allemaal zetten, uitdokteren en plannen en uitvogelen. We zouden nooit tot zo'n mooi geheel en zo'n mooie... Um, um, Cohesie, samenhang kunnen komen zoals dat nu is. En ook omgekeerd, en da daar ga ik een voorbeeld het geven om mijn eigen ervaring ook: dat um, op het moment dat mijn tweeling zaken aan het uitwerken was met zijn moeder, werd daar voor mij ook weer dingen gespiegeld in hoe dat ik stond in vorige relaties ten aanzien van mijn schoonfamilie. Ik ga het zo uitleggen, maar ook niet alleen in, in mijn huwelijk, maar ook gewoon in het algemeen en mijn vorige relaties. Waarbij een aantal patronen duidelijk werden. Op welke manier ik in relaties stond, en meer nog in de relatie met mijn schoonfamilie. Of de familie van mijn partner op dat moment. Dus ook daar ga je merken dat wat, waar dat jouw tweelingplan doorheen gaat. Terwijl dat je er eigenlijk vanuit 3D-bekeken niks mee te maken hebt dat het er toch weer nog een, een, een onderliggende laag zit die zaken gaat spelen. En wanneer je daar bewust mee omgaat, dan ga je zien dat je heel snel doorheen die patronen kan gaan, en dat je heel snel die patronen kan gaan transformeren en gaan anders gaan aanpakken. En ook dat ze is en zijn er eigenlijk ook alweer gewoon om nog diepere lessen te leren over onvoorwaardelijke liefde, over uh, hoe dat relaties bedoeld, of waarom dat we relaties er gewoon te koer zijn. Want tenslotte heb je nooit een relatie met drie, vier, vijf mensen tegelijkertijd. Je hebt altijd een relatie met één ander, met één ander. Ook al ben je buiten in een familie of in een gezin. Ik heb een relatie met mijn dochter. Ik heb een relatie met mijn, met mijn zoon. Ik heb een relatie met mijn partner. Maar ik heb geen relatie met hen allen tegelijkertijd. Want zij hebben onderling ook een relatie. Mijn dochter en mijn zoon hebben een, een, een andere relatie. Mijn tweelingen en hen, mijn kinderen hebben ook een relatie. Dus het, het, het is niet jouw verantwoordelijkheid om daarmee bezig te zijn. Het is jouw verantwoordelijkheid om de zorg te dragen en uh, de dingen te doen die nodig zijn in die elke individuele relatie. En dus ook daar is weer een, een, een andere manier om naar relaties te kijken. Een veel eenvoudige manier, eigenlijk, eerlijk gezegd. Um, en ja, er zijn ook groepsdynamieken en zo. Maar ook daar de onderliggende. De onderliggende um, drijfveer, is wat ik hoor, zijn die individuele relaties. Dus daar ligt altijd de wortel in, problemen, en frustraties of wat dan ook. Dus, wanneer je geconfronteerd wordt met andere energieën in je tweelingblankconnectie, ga je gaan kijken in eerste instantie wat dat precies is. Het gaat het over andere partners? Het kan ook gebeurd gaan over je werk. Dat is bij heel veel DM's, dus bij mannelijke energieën, ook een, een issue. Dat ze vanuit de ideeën en overtuigingen dat ze meegekregen hebben, Vanuit uh, de maatschappij, vanuit opvoeding of wat dan ook, dat uh, zij moeten hard werken. En dat is dan ook weer het stukje waar dat die vrouwelijke energie toont. Dat ook door afstemming en vanuit het afstemmen met je eigen energie, dat je ook heel veel dingen kan aantrekken. Dus zij niet dat dingen moet jagen, maar dat je gewoon via je eigen energie en nog meer je authentieke energie. Um, uh, ik kan net een kramp <laughs> Um, dat net door, die, uh, authentieke, uh, door net in je authentieke energie nog meer te gaan stappen en te gaan zijn elke dag, dat je eigenlijk automatisch ook de mensen aantrekt, de, de klanten aantrekt en oor hebt, het geld dat je aantrekt en oor hebt, de middelen, de omstandigheden, de plaatsen, het huis, wat dan ook dat maar is. En dat is hetgeen we dat ook weer de vrouwelijke energie leert doorheen die hele uh, tweelingblamconnectie. Want hoe meer dat zij in haar authentieke energie kan staan en van daaruit naar de Divine Masculine kan reageren. Hoe aantrekkelijker ze wordt van de Vine Masculine. Hoe meer dat ze gaat gaan redeneren en hoe meer dat ze gaat gaan bedenken van um, ik ga mijn zus of zo gedragen of ik ga dit doen, maar waarschijnlijk vindt hij of zij dat leuk, dan ga je merken dat je net het tegenovergestelde reactie teweeg brengt en krijgt van, die, um, van, je, van je tweelingplan. Dus ook daar is belangrijk. <coughs> en dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen, gewoon meer en meer en elke dag beter worden in het zien van jezelf. En hoe doe je dat? Door gewoon de dingen te doen die je heel graag doet. Door gewoon um, te doen waar je op dat moment zin in hebt. Um, en jou goed, eigenlijk gewoon elke dag als prioriteit zetten, goed voelen. En dan weet je dat je op het juiste pad loopt. Zo, so, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt aan deze video. Um, dus, uh, ik hoop dat mijn bedoeling is om zoveel mogelijk. Um, verkeerde ideeën, verkeerde dingen die rond twillingvlammen verspreid worden, om dat wat te encounteren of dat wat te gaan transformeren, te gaan veranderen. Dus als je mensen kent die ook op twillingvlam, pl blablabla, pl pl plat wandelt, <laughs> uh, dan zou ik het leuk vinden en fijn vinden als je mijn video's en mijn content met hen deelt, zodanig dat we nog meer mensen kunnen gaan bereiken, zodanig dat we allemaal in onze missie kunnen gaan stappen. Want het is zo belangrijk om dan uh, samen, dat collectief ook mee te helpen dragen en transformeren. Want uh, uh, we zijn reeds uh, aan het begin van ontwaking. Maar dat betekent dat de tweelingvlammen uh, samen moeten komen. Dat die in eenheid mogen zijn. Dat die elk individueel zichzelf in hun missie mogen stappen. En dat is dan die eenheid en individualiteit. En van daaruit uh, worden we nog krachtigere tools voor het universum. Om die, die bewustwording en transmissie, die transformatie van, ik had net de transmissie gedaan, dus, um, om de transformatie van het universum, van deze aarde te gaan veranderen en een nieuwe maatschappij te gaan vormen te gaan vanuit die hogere doelen, vanuit die hogere uh, energie, vanuit dat hogere bewustzijn, van dat eenheidsbewustzijn. Dus um, dat is de reden waarom ik zoveel mogelijk probeer uh, stap voor stap te delen in hapklare brokken. Uh, Zodat het duidelijk wordt. Maar als je het uh, inderdaad zelf tegen of dingen aanloopt, of soms op de duur voor mij, is het zo, zodanig vanzelfsprekend dat, dat, ja, dat ik er eigenlijk niet meer bij stilsta dat dat voor sommigen uh, nog een issue of, of een, een obstakel is. Dus ook daar gelieve um, um, zo vrij te zijn omdat je een vraag uh, om daaraan een video uh, te plaatsen of gewoon uh, mij te contacteren via de contactpagina van een website. Uh, dat vind je, ook, vind je ook gewoon via de linkjes. Um, en mocht je voelen dat je uh, echt ondersteuning nodig hebt, ook dat kan natuurlijk. Um, dat kan je ook met mij één op één samenwerken of in één van de trajecten of cursussen rond manifesteren. Of wat dan ook, maar dat, waar dat je toe geroepen voelt en uh, meer resoneert. Dus... <coughs> Alles om uh, die angsten nog meer los te laten. Um, en nog meer onze waarheid te kunnen spreken. Uh, zodat we allemaal die onverwaardelijke diep liefde mogen gaan ervaren. Zo, dat was het voor vandaag. Uh, ik zie je in de volgende video. En uh, zoals ik daarnet ook zei, als er dingen zijn, uh, ideeën, dingen waar je tegenaan loopt of waar je meer wilt over weten. Ook, uh, ook al mag het gechanneld zijn of wat dan ook. Uh, laat het mij weten. Ik wens je een fijn uh, weekend en dan spreek ik je in de volgende video. Dag!